Goedemiddag. Goedemiddag. Ik was je al aan het bellen. Ja, ik ben hier van de exploitatieovereenkomst. En ik wil graag het woord geven aan burgemeester Beelden. Ja, bedankt ook van mijn kant uit. Welkom. Volgens mij best een bijzonder moment dat wij deze overeenkomst mogen gaan tekenen. Er is al heel wat werk aan vooraf gegaan. Ik ben blij dat het zover gekomen is. We zullen zo nog wel wat toelichting krijgen op wat er allemaal getekend wordt. Maar in elk geval, ik heb in de berichten hieromheen de namen van zoveel ondernemers langs gezien komen. Dat ik wel weet dat er in Genemuiden een hele beweging van middenstand gaat plaatsvinden. Als alle plannen waarvoor wij nu onze handtekening zetten zullen worden uitgevoerd. En dat is natuurlijk een prachtige ontwikkeling in een tijd waar op heel veel andere plaatsen iedereen op zijn handen blijft zitten. Worden hier de handen nog uit de mouwen gestoken. Worden plannen ontwikkeld. Worden partijen gevonden die de moed hebben om erop in te stappen. En is er ook in mijn beleving zometeen een begin voor een stevige impuls van de economische vitaliteit van Genemuiden. Dat straalt af op het geheel van onze schone gemeente. Nou, daar zit ik met heel veel plezier mijn handtekeningen voor. En ik heb begrepen dat ze ons zo vertrouwen dat wij misschien wel 40 keer mijn handtekeningen zetten. Oh, dat is wel een heel boekwerk. Ja, zeg. Ik denk nou. Een goede pen. Ik heb een goede pen meegenomen. Hoeveel bijnaam heb je er meegenomen? Ja, alles zit erbij. Alles is vastgelegd. Het is vandaag 25 april. Wacht maar even, man. Ik zag hier doorheen. Ja. Mooi idee, Dick gaat helpen met tekenen. Ja. Zullen wij anders maar afspreken dat we de andere handtekeningen daarna zetten? Want anders zijn we zo meteen voor het oog van de pers een half uur bezig met hetzelfde. Ja, als ik één keer teken, dan hoop je wel dat ik ook de rest wil tekenen, of niet? Natuurlijk. Oh, dat weet ik maar niet. Nou, dit was al het fotomoment. Ja. Ik kijk even of links of rechts van mij nog geluiden moeten klinken. Volgens mij is alles gezegd. Alles is gezegd. Toch? Wolbert? Ja, partijhouder. Ik ben natuurlijk buitengewoon gelukkig dat deze handtekeningen komen. Veel mensen zetten in terecht dat het moedig is om midden in een crisis stappen vooruit te maken. Aan de andere kant is ook als je plannen maakt in de crisis en dan tot akkoorden komt, dan ben je klaar als de crisis weer voorbij gaat. Dus dan maak je jezelf sterker. Ik denk dat Startart van Genemuiden echt een stap vooruit maakt met deze transformatie. Ik ben erg gelukkig dat de gemeenteraad op een gegeven moment ook zeg maar, het aangedurfd heeft om de boni te laten gaan. Dat wil ik nog een keer benadrukken. Dat was best wel een discussie ook in de raad. Ook in de samenleving trouwens. Hè. De boni heeft een mooie plek, maar die kan daar niet blijven overleven. Zeg maar. En door de kans om de boni aan de Klaas Vuitenstraat te accumuleren, samen met al die staat daar gewoon geweldige impuls aan de Klaas Vuitenstraat, maar dus ook een enorme impuls op de locatie Boningen, waar we dan voor het eerst een HEMA in Genemuiden gaan krijgen. Dat in dit akkoord mee mogelijk gemaakt wordt, nou, dat is een compliment aan ontwikkelaar Koraal, dus aan jullie beiden. En ik denk ook een compliment aan de gemeenteraad die dit ook qua bestemming mogelijk wil maken. Dus ik ben buitengewoon gelukkig met deze inspanning. En met name voor de burger, omdat er dus een Aldi en een HEMA toegevoegd worden aan de detailhandel. En dat is echt een aanzienlijke versterking voor de gemeente als boodschappencentrum. Nou, dan hopen we als gelukkige mensen zo over ongeveer een jaar wat openingen mee te mogen maken. Ja, absoluut. Ja. Nou, ik denk dat voor Koraal ook geldt natuurlijk. Hè. Je hebt een hele voorbereiding gehad met de gemeente en nog heel veel meer partijen. Ik denk dat het belangrijk is dat we elkaar blijven vasthouden tot het eind. En, er moet natuurlijk nog wat gebeuren, met name in de werkvoorbereiding. En uiteindelijk de uitvoering, dat gaat zeker lukken, maar in de werkvoorbereiding hebben we elkaar nog nodig. Ja, correct. Wanneer hoop jullie dan klaar te zijn? Alles is afhankelijk van natuurlijk van de bestemmingsplanprocedure.
Maar we hopen het op de zomer. Dat we klaar zijn met de procedure. Dus dat we na de zomer kunnen starten. Ja. Ja, er moet er niks tegen zitten. En, maar waarom doet hij zo lang na? Vanavond ingerekend. Ja, maar ik mag vragen, maar we zijn geen profstijl. Iedereen mag vragen stellen, waarom duurt het zo lang? Nou, daar hebben we samen aan tafel ook wel eens over gesproken, van waarom duurt het zo lang? Je zou het graag sneller willen. Er moesten een aantal onderzoeken gedaan worden, door verhaal. Die zijn opgeleverd. Tegelijk moet je ook een bestemmingplanprocedure doorlopen. En die heeft gewoon een aantal weken zijn tijd nodig. En we zitten met het feit dat we... nog een vleermuis mogelijk gaan tegenkomen. Dat bedoel ik het ook. Precies. En dat vinden we allemaal lastig. Maar nou, waar zitten die in? Nee, zelfs dat is de vraag of die er zit. Ja. Maar dat kun je alleen in de zomer onderzoeken. En in die periode moeten we dat dus onderzoeken. En daar moeten we dus even op wachten. Dat is wel een regelgeving die wij overigens als gemeente niet bedacht hebben. Dat wordt dus van Rijkswegen opgelegd, zeg maar. Ja. Het is natuurlijk in de wet vastgelegd en uiteindelijk de eerste onderzoeken zijn er wel geweest. Dus je moet natuurlijk een aantal onderzoeken uitvoeren. Ja. Nou, uit het eerste onderzoek is gebleken dat er niet zit. Nee, alleen, je hebt wel een wettelijke verplichting om dat op een aantal andere momenten ook te doen. Okay. En daar voldoe je gewoon aan. Dus het is eigenlijk een vervolgonderzoek op degene wat al bekend is. Maar je hebt daar wel gewoon de procedure af te werken zoals die in de wet is vastgelegd. Wij komen er nog wel op een pijnlijke wijze achter dat er in dit land veel meer een regelgeving is dan voor het goed functioneren van de samenleving noodzakelijk zou zijn. We moeten dat op een nette manier afwikkelen en dat gaan we dus ook doen. Dus we zullen ook zodra zeg maar, het broedseizoen van deze mooie beestjes aan de orde is, zullen we dat onderzoek ook doen. Je hebt wel veel verstand van trouwens. Ik? Ja, het is een broedseizoen. Dat gaan we thuis nog eens nakijken. Ja. Het broedseizoen van het jaar. Ik draai die naam. Het is een zoog. Het is een zoog die... Goed, dankjewel. Blij dat je dit met ons deelt, man. Blij dat je de kennis met ons deelt. Ja, ik heb dat ook niet vastgelegd. Ik zal er een mooie quote van maken. Je hebt het leuk. Dat ligt aan de vleermuis zelf. De vleermuis heeft inderdaad een periode waarop de voortplanting plaatsvindt. Laten we het daar maar toe beperken. En in die periode moeten wij vaststellen of dat inderdaad gebeurt. En dan kun je echt vaststellen dat hij er zit. Dat zijn we wettelijk verplicht. En mocht hij er dan zitten, dan moeten we een mitigerende maatregel nemen. Dus maatregelen om hem van daar naar ergens anders te verplaatsen. En mocht hij er niet zitten, dan zijn alle wegen vrij om van start te gaan. Laat het ook duidelijk zijn. Het is geen belemmering voor de ontwikkeling. Nee, het is alleen wel zo. Niet. Mocht blijken dat er wel wat wordt gevonden, zul je tijdens de werkzaamheden die je gaat doen om tot het eindresultaat te komen, een aantal maatregelen moeten nemen. Ja. Die staan ook al vast in de wet. Ja, want het is gewoon ook heel duidelijk wat je dan moet doen. Maar wel of niet doen bepaalt het onderzoek zometeen. Dus er zijn twee onderzoeken begrijp ik nou. Vleermuis en bestemmingsplan doorlopen. Bestemmingsplan moeten we sowieso doorlopen. Ja. Er horen een aantal onderzoeken zitten daarin. Er zitten bijvoorbeeld een verkeerskundig onderzoek in. Er zitten een paar meer onderzoeken in. Waar ook het verhaal van de vleermuis. Okay. Ja. Onderdeel van. Zitten alle partijen nu op één lijn? Omdat ook bijvoorbeeld Slaverij van de Weg niet echt heel erg blij was met het... huidige plan? Alle partijen zitten op één lijn. Ja. Volgens mij zit Van de Weg op dit moment ook te wachten op de komst. Ja. De uitvoering van deze plannen. Ja. Ja. Van de Weg is zelfs een kartrekker nu. Hoe eerder de komt, hoe liever hij het heeft. Ja. Dat is net zo. Het is op één lijn. Ja, precies. Daarom praat ik het nog even. Ja. Ik denk, wel is die nieuwsgierig? Op een beetje, maar. Nee, alle partijen zien heel graag de ontwikkeling zo snel mogelijk. Gerealiseerd. Oké. Ja. Zijn er geen vragen meer? Nee. Ja, ik heb nog één vraag. Als eenmaal begonnen is met de uitvoering, hoe lang duurt het dan voordat het dan al gereed is? De totaalontwikkeling, want we hebben natuurlijk meerdere fasen. Maar het is helemaal afhankelijk van de stad. Maar je zou zeggen, als we een half jaar tot drie kwart jaar onderweg zijn, dan zouden we de ontwikkeling aan de... Dat zou je de straat geheel kunnen opleveren. Ja, en dan staat er ruimte voor de dan krijgen we ruimte in de centrum en vervolgens kunnen we het centrum realiseren. Dus begin voorjaar 2014, zoiets? Ja. Dat hopen we. Oké. Geen verdere vragen? Dus
is wel reuring op diverse locaties de komende tijd. Stadhuis, Klaas Vuivenstraat, de HEMA-locatie en ook dan aan de locatie waar de bibliotheek vertrekt, waar de tandartspraktijk komt. Dat zijn echt de komende tijd waar de reuring zal plaatsvinden in positieve zin. Meer gelegenheden om te snoepen, meer gelegenheden om de consequenties daarvan te laten optreden. Ja, overal zijn gedacht. Ontwikkeling in Hasselt en in Zwartsluis. En het verrassingsgraag woord geven aan burgemeester Beelder. Ja, ja, je moet natuurlijk in een gemeente als deze zorgen dat je geen stiefkinderen krijgt. Dus wij zijn in alle drie de kernen volop bezig. Dat is bekend. Over Zwartsluis gaat Dick Visserman zo meteen een paar dingen vertellen. Voor Hasselt geldt dat we een jaar geleden van start zijn gegaan met een project dat moet leiden tot toch wat meer reuring in het centrum, in de binnenstad van Hasselt. Daar is een jaar lang ook met tientallen mensen uit de samenleving aan gewerkt, want dat is ook wel al in eerdere stadia gedeeld. En dat heeft in elk geval toe geleid dat we nu ook die eerste stappen gaan zetten. Er wordt in elk geval een behoorlijk investering gedaan in het bewegwijzeren. Dus we gaan zorgen dat de mensen die naar Hasselt komen beter bewegwijzerd worden. Meer borden, zeg maar ook andere borden, die de mensen ook leiden naar de juiste parkeervoorzieningen. Er wordt ook aan de kade van Hasselt het een en ander georganiseerd. Ook om de toerist die over het water de gemeente bereikt goed de weg te wijzen. We zijn heel blij dat Jachthaven de Molenwaard bereid is om de sanitaire voorziening vandaar ook beschikbaar te stellen voor de toeristen die de gemeente aandoen, met name de watertoeristen. We hadden geen voorzieningen, geen goede badgelegenheid hier op de kaai. Nou, dat is dan bij deze wel geregeld, dus daar vindt ook een wegwijzing naartoe plaats. Toeristen die Hasselt aandoen worden ook verblijd met een welkomstpakket. Dus daar zijn zeg maar de eerste stappen gezet. Er is in voorbereiding plannen om het aantal parkeerplaatsen ook verder uit te breiden. Dat is ook een verzoek van de middenstand. Dat is op dit moment in vergaande vorm van voorbereiding. Er zal ook nog even een procedure voor moeten worden doorlopen. Maar wij hopen parkeerplaatsen zijn dat dan? Het gaat om 25 extra parkeerplaatsen in de omgeving van de Huisweg. Dus dat zijn zo even een aantal stappen die als eerste zichtbare tekenen van de activiteiten worden gezet. Die gaan ook in de komende weken een beslag krijgen. Waarbij dus die toeristische informatieborden het begin zullen zijn. Ook borden waarop je kunt aflezen wat er zo al in Hasselt te zien is. En hoe je daar moet komen. Er is natuurlijk heel veel te zien. En voor de mensen van buiten Hasselt ook nog heel veel te ontdekken in Hasselt. Hasselt is in mijn beleving een soort verborgen schat in deze gemeente. Die wij graag met vele anderen willen delen. Dus daar is in elk geval ook nu het stadium bereikt waarin we de hand aan de ploeg gaan slaan. We praten voorbij en nu de daden. En hoeveel procent van het hele plan is dan volbracht? Omdat de drie werkgroepen nu... Er blijft dan nog heel veel over. Kijk, we hebben natuurlijk sowieso aan de kade nog wel de nodige wensen liggen. Een deel van die wensen zullen ook in een groter geheel de gelegene tijd nader worden uitgevoerd. Dus er zijn ambities om langs de kade ook een soort wandelpromenade te maken. Maar er zijn ook ideeën om in het kader van de waterveiligheid rond het centrum van Hasselt wat te doen. Wij proberen die dingen te combineren. Als dat lukt, dan zal het misschien iets langer duren, maar wat grondiger worden aangepakt. Als dat te lang gaat duren, dan zullen wij op beperktere schaal in elk geval aan de gang gaan met ook het herstraten van stukken van de kade, herinrichten. En ook het planten van het nodige nieuwe groen, ook om het aanzien te verbeteren. Er worden sowieso, dat gaat nog wel gebeuren, ook wat voorzieningen dus al aan de kant van het water geplaatst. Dus er zit nog veel meer aan te komen. We hebben natuurlijk, en dat maakt dat het allemaal wat langer heeft geduurd, een hele tijd de strikte koppeling gehad van het winkelplan hier voor het Hoenbroek, dat gelden zou moeten opleveren voor het revitaliseren van het centrum van Hasselt. We hebben die strikte koppeling losgelaten, maar dat maakt wel dat wij nu met beperktere middelen toch aan de gang moeten. Omdat het grote schip met geld dat ooit via het Hoenbroek binnen zou moeten komen, we staan wel op de uitkijk, maar het is nog niet in zicht.
Daar is Leidt ook nog niet duidelijk over. Dat duurt wat langer, die duidelijkheid, voordat die komt. En het is ook ongewis hoe die duidelijkheid eruit zou gaan zien. Het is ook niet ondenkbaar dat de duidelijkheid is dat het niet doorgaat. Hè. Dus, want daar het, op het moment dat je blijft wachten op iets waarvan de zekerheid ontbreekt, of het echt gaat komen, dan wacht alles en iedereen steeds maar opnieuw. Nou, dat willen we voorkomen. Dus zoiets van, er moet nu wel aan de gang gegaan worden, maar als je echt aan de gang wil met het herinrichten van het totale gebeuren van het centrum van Hasselt, dan praat je over een miljoenenbedrag. Ja. En ik hoef niet veel te zeggen over de financiën van deze gemeente, daar weet wethouder Visser nog veel meer van, maar het is in elk geval wel zo dat ik kan verklappen dat we het geld niet beschikbaar hebben. Ja, maar dat wel, was er wel animo voor bedrijven die zich daar willen vestigen? Er is nog steeds wel belangstelling vanuit middenstandsbedrijven, maar ook vanuit ketens, om het zo te noemen, om zich in Hasselt te vestigen. Het hebben van belangstelling is overigens nog weer iets anders dan dat men ook de bereidheid al heeft om daar concreet voor te tekenen. Maar er zitten wel een aantal ketens op het vinkentouw om zich in het centrum van Hasselt te vestigen. En kijk, het totale verhaal is natuurlijk dat wij moeten zien dat er meer reuring in dat centrum komt. Dat daardoor die belangstelling ook groter wordt en de bereidheid om uiteindelijk de stappen om dat definitief te maken ook gaat toenemen. Dan pas gaat er wel, en dan kan ook van het een en het ander komen. Hasselt heeft wel alles in huis om een aantrekkelijk adres te zijn voor zeg maar, ja, een stukje meer verblijfsrecreatie, maar ook, ja, dat noemen ze dan fun shoppen. Dus meer te wandelen, wat te drinken en ook wat leuke dingetjes te kopen. Dus in die zin, alles is er in de entourage. Alles wat een ander niet heeft, dat hebben we al. Maar wat anderen al hebben, dat moeten wij ook nog zien te krijgen. Wij noteren graag de verlangens en als dat meteen ook mag leiden tot een toezegging om daar dan klant te worden, dan vergroot dat misschien. Ja. Maar gaat het toch niet heel erg ten koste van het plan dat jullie eigenlijk hadden, het loslaten van die koppeling? Nou ja, in zekere zin natuurlijk wel, maar op het moment dat je dus met zo'n plan heel veel geld de gemeente binnenvaart, dan kun je meer doen. Ja. Maar ja, alleen al zeg maar het herinrichten van de openbare ruimte in de sfeer van het plaveisel. Daar is, dat is ook al 2 jaar geleden denk ik gepresenteerd, hè, zo'n inspiratienota. En daar hing een prijskaartje aan van zeg maar tussen rond de 1,5 miljoen euro. Nou, dan hebben we ook rond de grachten nog grote uitgaven doen als je het allemaal voor elkaar wilt maken. Dus je praat echt over miljoenen, nou, die zijn er op dit moment niet. Nee. En dan kun je gaan zitten wachten, maar je kunt ook zeggen laten we dan dat wat we kunnen doen, maar gewoon gaan doen. En uiteindelijk, de reuring in Hasselt neemt niet toe naarmate het plaveisel mooier is, maar is afhankelijk van wat mensen in Hasselt gaan doen. Op het moment dat mensen het met elkaar gezellig maken, dingen daar organiseren, ook al liggen de steentjes dan misschien een beetje scheef en zijn ze wat versleten, dan kan het toch leuk worden. Daar moet het van komen. Nou, die mensen, daar gaan we mee naar gang. We willen mensen trekken, mensen ook vriendelijk ontvangen. Dus door ook mensen die van buiten komen goed te bewegwijzeren. En dan kom je hier aanrijden, waar kun je dan je auto neerzetten? Het is allemaal gratis hier, hè? Dan kunnen veel andere gemeenten niet aankomen. Maar dat hebben wij hier toevallig wel. En nou ja, daar moet het dan zeg maar het begin van zijn. En voor het overige is het zo dat we natuurlijk hier alleen maar succes van kunnen maken. Als ook marktpartijen, de reeds aanwezige middenstand en de op het vinkentouw zitten de middenstand, de bereidheid hebben om je nek ook uit te steken. Ja. Nou, dat was een vrij lang verhaal over de eerste stappen die we gaan zetten. Ja, dat de rest van het verhaal dan volgt. Dat mag duidelijk zijn. Geen vragen verder? We hebben een beetje aan de visserman. Daar gaan we nou zo vlug. Ja. In Hasselt en Henemuiden er staat heel veel op een vinkentouw. Pas luister wordt 10 mei is het vindt de officiële opening van de sluispoort plaats. Wordt helemaal dan in gebruik genomen. Dat zal gedaan worden door burgemeester Bilder en gedeputeerde Rietkerk. Op een speciale manier worden ze aangevaren met de groene draak. Nou, meer zal ik niet vertellen, want dan is de verrassing eraf. Bij zo'n sluis is dus een hoofdstuk wordt afgesloten naast het Frionengebouw en de zijde. Wat ook in gebruik is genomen, wordt dan ook de sluispoort afgerond. Handelsgade is helemaal opnieuw bestraat. Het ziet er allemaal geweldig uit. Heel mooi.
En dan wordt ook de sleutel, die wij nu als gemeente nog in handen hebben van de sluispoort, wordt overgedragen aan de stichting. En die zal dan het gebouw gaan beheren. Wat allemaal vindt er plaats tijdens Zwartsluis Onderzeil. Vrijdag na Hemelgedag. En dat wordt een hele leuke middag. Jullie zijn daar ook alvast voor uitgenodigd, maar jullie zullen er ook wel zijn, denk ik. Dat is echt een... Is nou weer jammer, ja. Maar nee, het gebouw is geweldig geworden. Schitterend. Ja, voortvarend. Ja, als ik zie wat in de 3 jaar dat ik in Weddel ben allemaal in plaats gekomen, dan is dat toch met een hele lange aanloop. Want, ik weet dat niet. Mijn voorgangers die zijn er al heel lang mee bezig geweest, maar het is nu toch eindelijk ook gerealiseerd. Ja, en veel toeristen komen daar al en die vinden het geweldig. Ja. Ja. En de aanleggende stijgers die waar sprake van is, is dat ook? De aanleggende stijgers? Stijgers voor boten aan te leggen. De stijgers voor boten aan te leggen, die zijn er ook. Rond de eilanden is ook allemaal gerenoveerd. Eilandjes en de botenschuur, die worden dan gelijktijdig overgedragen. Ook mede geopend. En de toeristen met de aanlegstijgers, ja, er is nog wel eens enige reuring over door één persoon in Zwartsluis. Maar wij denken toch dat het op de goede manier ingericht is nu. Ja. Geen vragen verder? Nee. Nou, dan wil ik iedereen bedanken voor de komst en deze bijeenkomst. Zometeen om 3 uur diploma uitreiken op de Kleinschool. De verkeersdiploma's.